Sorry, voorzitter. Hier sloeg ik wel even op aan. Want het gaat in de Kamer al heel lang over de combinatie verduurzaming en iedereen meenemen. Echt al nog langer dan ik in de Kamer zit. Echt heel erg lang. Omdat wij dat allemaal willen. Er is ontzettend veel draagvlak voor die verduurzaming, omdat we klimaatdoelen willen halen. Er is nog meer draagvlak als je kijkt naar de jonge generaties. Maar volgens mij is ongeveer 25% van de Nederlanders steunt de huidige koers. En iedereen zegt ook, niemand moet hier aan onderdoor gaan. Maar juist, dus het idee dat alleen NSC zich zorgen maakt over de energierekening, dat werp ik even verre, want de hele Kamer staat erachter. En dan is wel mijn vraag, op het moment dat een bedrijf dan zegt, heel veel bedrijven samen zeggen, ik wil die voorspelbaarheid, ik wil kunnen investeren, ik wil kunnen vergroenen, juist omdat het dan ook goedkoper wordt. Waarom dan het middel van zo'n tussendoel aanpak om te zeggen, ja, dat wil ik niet, dat is versnellen, dat ondermijnt het draagvlak, omdat al de feiten tegenovergestelde, op het tegenovergestelde wijzen. Ja, dank je. Ja, voor ons is het belangrijk dat wij wel doorgaan op het pad wat we inzetten. Alleen als je dit pakket leest, en nogmaals in de fase waarin we nu zitten, denk ik dat het veel verstandiger is om met elkaar nog eens een keer naar die maatregelen te kijken en te kijken van wat kunnen we nou gebruiken en wat voor impact heeft het op Nederland. Want dat is ook nog een belangrijk assessment wat we moeten doen. We hebben daarnaast ook dat wij in Nederland de meest energie-intensieve bedrijven vaak hebben, hè, vanwege onze geschiedenis natuurlijk. Dus het is juist heel belangrijk om hun mee te krijgen in de transitie. Ik heb gisteren in het debat over energie in de kartonindustrie ook gepleit voor een level playing field, met name voor de regionale maakindustrie. Dus eigenlijk een beetje het MKB en de cluster 6 bedrijven, juist omdat die zo belangrijk zijn. En ik herken wel dat het ontzettend belangrijk is om ervoor te zorgen dat we hun meenemen in die transitie en de toekomst geven. Mevrouw Koekoek. Dank ook voor het antwoord, want ik hoor daarin eigenlijk iets anders dan ik in eerste instantie meende te horen. Dat kan ook aan mij liggen, omdat de zoektocht naar wat zijn de juiste maatregelen en ook hoe vergroen je op een goede manier en ook tegelijkertijd zullen juist ook bedrijven in de regio goed mee kunnen, zodat je niet een ongelijk speelveld in Europa krijgt, dat steun ik. En daar denk ik heel goed dat dat opgebracht wordt. Waar ik dan nog wel zoekende naar ben, is waarom dan dit middel van een tussendoel aangegrepen wordt. Omdat het tussendoel natuurlijk nog niet, als je het tussendoel loslaat, dan heb je nog niks gedaan aan die maatregelen. Dus ik begrijp het doel en het middel hier niet. Ja, mevrouw Pols was al begonnen. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is het verschil, denk ik, van benadering. Voor ons is het heel belangrijk dat we eerst gewoon een goed pakket van maatregelen hebben waarvan we denken, ja, hier kunnen we mee aan de slag. Want dit is echt genoeg om Parijs te halen, om de industrie ook mee te nemen in die transitie. Hè. Dit pakket leunt ook sterk op het industriebeleid. Dat is eigenlijk nieuw. Dat is denk ik ook een goede verbetering. We wachten nog op een brief van Draghi daarover, van hoe hij dat ziet. En volgens mij moet dat worden meegenomen in het pad wat we kiezen. Maar het is wel belangrijk dat we eerst gaan kijken van hoe gaan we dat met z'n allen doen. Want ik denk echt wel dat we op een plek zitten dat draagvlak juist zo belangrijk is. Want ik ben juist bang dat als we dat draagvlak verliezen, dat we niet komen bij wat voor doel we ook zetten. En ik vind het juist heel belangrijk om met elkaar er wel te komen.